Helemaal, hier ben ik weer. Er is namelijk niets aan mij veranderd op mijn haar of zo. Maar ja, ik verveel me, want mijn broertje is nu net in slaap gevallen van 5 maanden. En mijn zus is op de iPad aan het spelen van 7 jaar. En mijn kleine broer van 8 jaar is ook op de iPad aan het spelen. En ik verveel me dus. Ik was even gewoon op YouTube enkele video's aan het kijken. Maar ja. Dus ik zei, ik ga een tag doen. Maar welke tag? Eerst wil ik een schoenen tag doen. Namelijk, zo'n tag is dat ik al mijn schoenen laat zien en hoeveel dat kostte en hoeveel jaren dat ik die heb en al. Maar ik kon dat niet, want die schoenen zitten namelijk in de slaapkamer van mijn broer. Dus ik moet wachten, want hij slaapt daar namelijk. Dus ik zei, ik ga gewoon een kleren tag maken. Bijna hetzelfde, maar dan met kleren. Mijn zus is daar. In haar bed. Op de iPad. En ik verveel me. Want ik heb al 3 video's gedaan voor deze vlog. Maar mijn oma stroomt altijd binnen. En dat is echt irritant. Want dan kan ik nooit, maar echt dan nooit vloggen. Dan moet ik de vlog altijd afsluiten en dan weer opnieuw beginnen. Oftewel dan praat mijn zusje. Oftewel komt mijn broer binnen. Oftewel komt mijn moeder binnen. Oftewel roept mijn moeder mij. Oh, zo irritant. Maar nu ga ik lekker mijn kast laten zien hoe die eruit ziet. Ah ja, vergeet dat. Er is wel een probleempje, want de kleren van ik en mijn zus zijn samen in deze kast. Dus jullie gaan namelijk ook de kleren van mijn zus zien. Ik ga mijn gsm even hier zetten. Hier, tegen dat stuk raam. Zodat jullie mij goed kunnen zien. Hè? Ik ga het nu even doen. Wacht. Zo. Voilà. Ik weet niet hoe jullie mij zien, maar ik zie wel goed de camera. Namelijk, mijn eerste kleding, dat is niet echt een kleding, maar het is een soort kleding. Dit is namelijk mijn shirt, mijn turnshirt van mijn school. Daarmee turn ik, namelijk. Ik turn daarmee, ik sport daarmee. Zie je, het is gewoon een zwarte shirt dat ik heb gekocht in school. Dan heb ik dit en dit gaat namelijk samen. Deze t-shirt met erop geschreven GLS de Regenboog Zelik. Nou, dat betekent gemeentelijke lagere school de Regenboog Zelik. En achter ziet het er namelijk zo uit. Want ik zit namelijk in de regenboogschool. Zo, en dat gaat namelijk samen. Oep, boeit me niet. Dan heb ik deze... Waar is die nou? Daar. Deze mooie jeansjurk. Jeansrok, of weet ik hoe we dat noemen. Een hele mooie rok dat mij heel goed staat. Ik ga het even aandoen. Wacht. Zo. Zo ziet dat er namelijk uit. Dit heb ik gekocht bij de CNA. Dit is namelijk het enige jurkje dat ik bij mijn moeder heb. Ik bedoel het enige soort jurkje. Ik vind het een heel makkelijk jurkje, want je kan het zomaar aandoen. Ik vind het heel mooi. Hier ook zit er gewoon een strikje met 2 jeansbroekgaten. En dat heeft natuurlijk geen merk. Het is wel van Hello Kitty, maar dat boeit me niet welke tekening op staat. Ik vind het ook een heel mooie kleur en ik ben er dus heel blij mee. Ah ja, en dit jurkje kost €3. Daarna gaan we naar mijn jeansbroeken. Namelijk deze jeansbroek is een van mijn lievelingste. Hij plakt super hard en het is geen merk, maar het is wel een mooie en ik vind de kleur ook super mooi. Dit is namelijk de kleur.
Ik vind de kleur namelijk heel super mooi. Super mooi. En het is met een knopje. Maar het lijkt dat het zo met open is, maar het is met een knopje namelijk. Zo. En het gaat me heel goed, maar het spijt, maar ik ga dit nu niet aandoen. Een andere keer misschien als ik tijd heb. Zo is dit namelijk bij mij. En dit heb ik gekocht bij de H&M. En het kost 7 euro. Ook al is het geen merk. Ik weet niet of dit echt een merk is, maar er staat altijd denim op. Ik weet niet of dit een merk is. Denim weet ik veel. Maar het boeit me niet. Dan heb ik ook nog deze. Maar die is namelijk bijna te klein. Ziet er niet klein uit, maar is namelijk bijna te klein. Ik vind het ook een heel mooie broek, want het is een heel mooie kleur. En beneden is het zonder elastiekje. Dat vind ik namelijk heel stretch. En gekocht bij de H&M. En ik vind het ook heel leuk, want kijk, het is elastiek. Dat ziet eruit als een knoop, maar het is geen knoop. Je kan het namelijk niet openmaken. En het is heel strak. En de bovenkant is gewoon paars, maar dat weet ik echt niet waarom. Zo. Ik hou ook heel erg veel van broeken met zo van gaten erin. Maar ik wil er al eentje zo lang. Maar ik heb die echt nog nooit gekregen. Ik krijg die namelijk voor mijn verjaardag, 11 september. Ik heb echt niet veel jeans. Namelijk. Maar ja, ik zet één jeans per 2 of 3 dagen, dus ja, ik gebruik echt niet veel. Dan heb ik ook nog deze, een heel mooie jeans, gekocht bij de H&M ook. Oh, ik ben alles bij de H&M, maar ja. In maat 122-28, ik heb maar 9 jaar, namelijk. Ik vind het heel mooi, want oké, dit dingetje was hier namelijk niet, maar dat is door. Hier was namelijk een gat en dat vond ik heel lelijk, dus ik heb dat daar opgedaan. Maar ik zet die echt niet meer veel, want ik vind die niet zo mooi. Maar ja, ik vind het een heel mooie kleur, gewoon zwart, maar het is zo zwart-grijs. En het is met een knopje. Zo. En ik koop bij de H&M en die kostte het maar 3 euro. 100% zeker. Oh, straks ga ik alles weer om te opruimen. Dan is dit echt mijn allerlievelingste. Die wou ik al echt zo lang. En ik heb die eindelijk gekregen. Dit is echt een echt merk. Maar ik weet niet welk. Maar ik denk deze. Blue Diamond. Oftewel Scotch Rebel. En ik vind dit echt een super mooie jeans. Het is echt super mooi. Ik ben er echt super blij mee. En ja, het plakt niet aan de benen. Het is gestrekt uit elkaar. En deze is geen elastiek. En deze kost echt super veel. Deze kostte €25,99. Oh, mijn zusje komt uit haar bed. Nee, doe niet de deur open. Doe de deur weer terug dicht, alstublieft. Oh, zo gek dan de kind. Ja, sorry, maar ik moest namelijk de deur dicht doen. Kijk, en zo zit dat daar dus in. Dit zijn de zakken. Deze wil ik graag wel een keertje proberen. Oh. Ik weet niet meer hoe het werkt. Ashley. Oh, wacht even, hè. Zo. Maar hij is bijna te klein. Oké, ik ga het gewoon zo even vasthouden. Zo ziet hij eruit. Oké, ik ga hem even aanlaten. Maar ja. En ja, dit was dus mijn laatste jeans van al. Wacht, ik ga even alles terugplooien. Zo. Dan. Zo. En zo. Zo, en ik ga nu even misschien de vlog afsluiten.
Want ja, ik heb geen batterij bijna meer. Ha, wacht, want die jeans plak en die moet eigenlijk gewoon plakken. Maar ja, laat maar. Ik doe het gewoon terug zo in de kast. Goed, manier. Ik ga het straks wel even goed zetten. Dan heb ik deze t-shirt dat mijn oma terug heeft genomen, meegebracht heeft van Turkije. Het is namelijk een t-shirt, maar het is maat 140 en ik doe 128. Dus die is nog veel te groot voor mij. Kijk, zo groot. En het is Dolce & Gabbana. Een heel mooi t-shirt, ik ben er echt heel blij mee. En mijn zus heeft namelijk hetzelfde, maar dan in het blauw. Zo. Wacht. Dan een andere t-shirt. Ik heb die al jarenlang. Ik vind het echt een super mooi t-shirt. Gewoon roze met een pusje. Gekocht bij de H&M. Maat 128. En het kostte maar 1 euro. Dus ik zei, deze neem ik lekker mee. En dan heb ik nu nog mijn laatste t-shirt. Dit is echt mijn lievelingst-shirt ooit. Namelijk deze. Kijk hoe schattig.